Een Tilburger reed met 131 km per uur, waardoor een fietser om het leven kwam. Daar eist justitie nu 9 jaar cel voor en 10 jaar rijontzegging. Dit was de schade na de dollemansrit van Hurrites MS in december 2022. Op de ringbaan Oost mag je maar 50. Maar hij scheurde dus met 131 km per uur over de weg en hij reed door rood. Een 72-jarige vrouw probeerde met de fiets over te steken bij het stoplicht, maar werd aangereden door de Tilburger. Zij raakte zwaar gewond. Daarna raakte de auto ook nog een 61-jarige man. Hij was op slag dood. De bestuurder probeerde weg te rennen na het ongeluk, maar hij werd tegengehouden door een getuige. De man vertelde in de rechtszaal dat hij helemaal niet het idee had dat hij zo hard reed. Hij had ook geen stoplicht gezien. En toen hij de vrouw toch zag op de kruising, heeft hij nog bijgestuurd. Maar de feiten zijn keihard. De officier van justitie was duidelijk in zijn verhaal. De man had geen rijbewijs. Hij reed met 131 km per uur door rood. Dat licht stond al 9,2 seconden op rood. Hij had THC in zijn bloed en had geen bril op, terwijl hij slecht zicht had. Daarom eiste hij de straf 9 jaar cel en 10 jaar niet rijden. Om duidelijk te maken hoe hard de Tilburger nou precies reed, maakte de politie een reconstructie van het ongeluk. Dat doen ze met wisselende snelheden, variërend van 90 tot 160 km per uur. En die auto die ramt helemaal vol met sensoren. En het belangrijkste doel is om aan te tonen en ook uit te zoeken hoe hard die auto nou precies reed. De eis tegen Hurrites MS is nu dus bekend. Op 17 november doet de rechter uitspraak in de zaak.